Ja, dit is geen lekker resultaat om de play-offs in te gaan. Hoe heb jij dit beleefd? Nou ja, dat zeg je goed. We willen met een goed gevoel die play-offs ingaan. En dit is gewoon een blamage. Ja, oh, je zegt een blamage zelfs. Want je weet, Willem II, dat gaat er natuurlijk op. Dat vecht voor de laatste kans. Dat zag je ook. Hoe wilden jullie daar tegen wapenen? Of? Nou, hey, je moet strijdbaar zijn. Ik bedoel, je weet dat ze gaan komen. Waardoor er natuurlijk ruimtes gaan vallen. Maar je moet sowieso eerst je duels gewoon pakken. En uiteindelijk intensiteit leveren in deze wedstrijd. En dan beginnen we zo niet goed. Als je hun een vroege goal geeft, dan wordt het lastig. Tuurlijk kan je wedstrijd verliezen. Maar dit, hoe wij zeg maar, na de 2-3-0 hebben, dat was gewoon niet goed. Heeft dit een knauw richting de play-offs? Of kun je dit makkelijk loslaten? Ja, kijk, nu is het vrij vers. Dus nu is het wel even een knauw. Ja. Als voetballers zijn, als je op het veld loopt met 3-0 tegen een gedegradeerd team, dan denk je wel eventjes van, dan voel je je niet heel best, moet ik zeggen. Jullie zijn de competitie geëindigd als 7e. Is dat een plek waar Utrecht, is dat verdiend? Ja, na vandaag is het verdiend. Uiteindelijk sta je waar je hoort staan. Over 34 wedstrijden, dan kan geluk, ongeluk geen rol meer spelen. Dan is het gewoon zo. Als je dan iets moet aanwijzen, wat heeft Utrecht nou het meest gemist? Is dat kwaliteit? Is dat geluk? Is dat mentaliteit? Waar heeft het meest aan ontbeerd dit seizoen? Ja, facetten van alles. Maar dat we kwaliteit hebben, dat hebben we wel. Alleen ja, mentaal zijn we niet in staat om een ploeg te vormen. Dat is heel pijnlijk. Even over jezelf. Hoe kijk jij terug op jouw op het seizoen hier bij Utrecht? Overkomen van Bieleveld? Ja. Nou ja, kijk. Seizoen kunnen we nog goed afsluiten. Daar moeten we ook op focussen. Alleen ja, nu is het wat ik zeg. Het is gewoon vers dat we zo'n wedstrijd hebben afgeleverd. Maar goed, ja, donderdag staat gewoon weer een wedstrijd opgegaan waar je een heel seizoen vol, soms frustraties, soms geluk. Daar gaat het allemaal gebeuren en daar kun je het heel seizoen goed maken. Nog even iets anders, de kampioen, Ajax, je oude clubje. Heb je daar nog een speciaal gevoel bij? Nou, kijk, kampioen natuurlijk, hartelijk gefeliciteerd. Maar ik... Ja, natuurlijk leuk. De mensen die ik ken, gun ik het van harte. Maar ik ben nu even bezig met Utrecht. En vandaag was het niet leuk, maar wij zijn gewoon gebrand om die play-offs te winnen. En dat is vandaag geen goed teken, maar we moeten ons strijdbaar tonen. Ja, nog over die play-offs en over jullie vorm, want jullie hebben soms hoge pieken, diepe dalen. Toch even je oude club, de Ajax, jullie hebben daar gewoon ook nog eens van gewonnen, zeg maar. Is dat iets waar je aan vasthoudt? Nee, wat ik zeg, er is wel kwaliteit in het team, maar alleen er zit heel veel, ik weet niet wat erin zit, gewoon hoge pieken, diepe dalen. En het is geen constant team gebleken. En nu moeten we dat wel laten zien in de play-offs. Ik kijk er vast even vooruit, volgend jaar, Henk Vreese, aangesteld. Hoe blij ben je daarmee? Ja, hij is even staat van dienst. Ik ken hem nog van Jong Oranje. Dat is een goede coach, denk ik. En ook een goed mens. Dus dat helpt ook. En dat is volgend jaar weer. En nu zijn we nog even gefocust op dit jaar. Ja, precies. Die play-offs. Nou, ik zou zeggen succes. Bedankt. Ja. Keep it in the zone.